Wat doet u als, als hij hier zou komen? Ja, wat zou ik doen? Ik zou hem pakken. U zou hem pakken? Ja, ik zou hem pakken, ja. Dan ben je eindelijk gepensioneerd en denk je van je rust te kunnen gaan genieten. En dan kom je in deze woonzorgflat terecht, waar opa Jan van 84 je leven tot een hel maakt. U woont in de, nou ja, mag ik wel zeggen, beruchte flat waar Jan de boel terroriseert. Wat heeft u daarvan meegekregen? Ik pas op mijn woorden. Goed op mijn woorden passen. Want als u wat zegt, dan kun je zo een drun van hem krijgen. U woont eigenlijk in hetzelfde portiek als Jan. Waaraan moet ik denken bij die overlast die hij veroorzaakt? Hij is vreselijk aan het schelden op iedereen. En ja, iedereen die moet naar hem luisteren van dat hij zo'n hekel aan Rutte heeft. En het hele kabinet en nou, aan alle mensen. En als je niet luisteren wil, dan gaat hij uitschelden. Nou, ik vind het wel angstig. Wat is er angstig? Nou, dat is wat ze doen. Want hoe is dat voor de mensen die Jan niet kennen? Hoe is dat om met hem in hetzelfde portiek te wonen? Nou, niet aangenaam. Nou, en dan had hij die oude mensen zo terroriseren. Hij sloeg maar op die ruiten en op die deuren. En die mensen zijn zo bang. Ze lopen te schreien of te huilen over de galerij heen. Ze durven niet meer naar een kleine winkeltje toe om boodschappen te doen. Dat is echt treurig. Ik vind het heel treurig. Ik heb zelf een keer een aanvaring in de lift gehad. Ja, toen begon hij ook zo. En ja, ik ga niet zeggen wat hij allemaal gezegd heeft tegen me. Dat waren lelijke dingen. Ja, heel erg lelijk. Ja. Iets geslachtsdelen afsnijden en dan zou hij dan in mijn mond stoppen. Ik zei, nou, ja. Dat is nogal wat. Ja, nou ja, goed. En die mevrouw ook zoiets dergelijks. En ik heb ook gezegd, ik ben helemaal niet bang voor jou. Want ik sloop je helemaal uit elkaar weg als je... Ja, ik zei, doe maar wat je wil, joh. Kom maar. Ja. Ik ben fysiek natuurlijk wat, ik ben een stuk jonger. En dat zag ik direct. Ik dacht, nou jongen, jou kan ik wel hebben. Zeg, kom maar. En ze moet je klap op je bek hebben of op je smoel, weet je wel, zoals het dan kan. Zeg, kom maar. U zei, kom maar. Zeg, kom maar. Maar hij kwam niet. Want hij bleef in die stoel zitten. En zulke stapels met kranten allemaal. Van politiek, van Rutte en VVD. Ja, allemaal van die knipsels. En die knipt hij overdag uit misschien. En ja, die plakt hij op de ruiten of waar dan ook. Ik vind het dan niet normaal. Zo'n man die hoort hij niet. Maar hij hoeft hier niet te doen, dus... Want dat is mijn gedeelte. En wat doet u als hij hier zou komen? Ja, wat zou ik doen? Ik zou hem pakken. U zou hem pakken? Ja, ik zou hem pakken, ja. Want die hoort in een inrichting. Wat hoopt u dat er voor een oplossing komt, zodat u hier weer in vrede kan wonen? Dat hij verhuizen gaat. Ja, en dan wordt het iemand anders probleem alleen. Nou ja, dat zou ik heel, heel zielig vinden, maar ik bedoel, dit kan niet hier. Gewoon niet. Nee. Dit kan gewoon niet. Die mevrouw die naast hem woont, die is zo verschrikkelijk bang van hem. Die zit de hele dag te huilen. En die is gewoon verschrikkelijk bang. Maakt u zich zorgen over de toekomst, omdat het zich zeg maar zo ontwikkelt? Nou, ik ben gewoon heel bang van hem. Want hij heeft in mij gezegd, ik was een strontwijf. Nou, wel een keer of vijf. En hij zegt, ik donder je van de trap af. Denkt u dat dit een kwestie van tijd is voordat dat een keer uit de hand gaat lopen hier? Ja. Als ze hem hier niet weghalen, dat loopt uit de hand. Het buurvrouwtje wat naast hem woont, op 101. Kijk, die heeft ook kinderen en die heeft ook kleinkinderen. En kijk, je moet je voorstellen, als mijn oma daar zou wonen en die maakte dat mee, dan stond ik 10 minuten later bij hem voor de deur en dan hoeft hij die deur niet open te doen. Dan trap ik hem eruit. Ja. En dan ga ik naar binnen en haal ik hem eruit. Als je dat bij mijn oma zou doen, of bij mijn moeder. Ja, dus dat zit er een keer aan te komen als... Ja, wat mij betreft. Wat wordt eraan gedaan vanuit het Vijverhof? Dat weet ik niet. Tot dusver niets dan? We hebben bericht gehad dat ze ermee bezig zijn. Mijn zoon heeft een paar keer een mail gestuurd en die krijgt ook het antwoord dat ze ermee bezig zijn. Nou, we zijn ermee bezig. Nou, dan heeft het al geen zin meer. Het is voor mij geen zin meer. Ze zitten allemaal van, het is net als in de regering of in de overheid. Ze schroeven elkaar maar toe. Ja. Ja? En het blijft er allemaal hetzelfde. Even kijken.